Hallo, ik ben Geike en op donderdag 27 juni speel ik op Rock Werchter in de Sloop. Kan niet wachten. I'll try to keep from you what you don't need to know, though the story is yours. Als ik één persoon zou mogen kiezen om mee te gaan naar een onbewoond eiland, zou ik het heel moeilijk hebben, want ik wil er twee mee. Ik wil mijn twee zussen absoluut laten overkomen. Ja, een of andere pasta. Maar het maakt me heel weinig uit. Eigenlijk als er groenten voorzien zijn, dan ben ik blij. Wat ik onlangs gelezen heb, is Jij zegt het van Connie Palmer. Dat is een fictieve autobiografie van Ted Hughes, die getrouwd was met Sylvia Plath. En zo, hij krijgt eigenlijk zijn verweer naar de publieke afslachting die hij heeft moeten ondergaan als Sylvia Plath zelfmoord pleegde. Ja, er zitten gewoon heel veel dingen in waar ik mij kan invinden. Het feit dat je in andere mensen hun hoofd bestaat, vind ik... Heel moeilijk soms om te aanvaarden, want je hebt daar geen controle over. En er is een verhaal dat gecreëerd wordt buiten je om. Dat is ook een moeilijke. Ik kan kiezen tussen Blue van Joni Mitchell of Little Girl Blue van Nina Simone. Ik denk dat ik die zou pakken, omdat die toch wel je meesleept op een andere manier. Nog zo iets heel levendigs. Ja. Als ik één film zou mogen kiezen, dan zou ik op dit moment voor The Straight Story gaan. Omdat die relativeert toch wel heel veel. Het moment dat je beseft dat iemand heel belangrijk je gaat ontvallen, dan zet het alles wel heel erg in perspectief. En dat vind ik wel een heel goede om te onthouden elke keer.